Zelfs superschurken hebben slechte dagen. Hey, hou het rustig. Ik kan het niet zachter houden. Oké, laten we gaan scheiden. Pranker, je bent de ergste. Het is voorbij. Wat jij wilt, lieverd. Maar je mag deze kamer niet hebben. Je kunt afscheid nemen van je spullen. Pranker, stop. Doe dat niet. Monster. Maar we zullen zien wie er gaat winnen. Je houdt van dit shirt, toch? Zeg op. Je zou niet durven. Maar Hardy Wynn kan alles. Eén beweging en het shirt verandert in een vod. Dat is zo gemeen. Het t-shirt kan weer aan elkaar gelijmd worden. Maar je kunt de liefde niet terugbrengen. Ons gelukkige leven is voorbij. Het enige dat overblijft is het meest dierbare. Het bed. Nee, Pranker. Het bed zal van mij zijn. Het lijkt erop dat het gelijk spel is. We zullen de ruzie op een andere manier moeten oplossen. Schat, we zijn volwassenen. Hoe zit het met het verdelen van het eigendom? Dat is een goed idee, Pranker. Het blijkt dat beddenzagen helemaal niet moeilijk is. Je zou de kamer ook in tweeën kunnen delen. Blijf uit de buurt. Wie is dat? Kleine Bobo kwam op bezoek. Pranker, dat is mijn hond. Geef hem terug. We moeten de zaag weer pakken. Dat werkt altijd. Mam, pap, stop. Bobo gaat met mij mee. Hij is niet veilig bij jou. Als ouders ruzie maken, hebben de kinderen de ergste tijd. Hoe kan ik mama en papa helpen weer bij elkaar te komen? Abby heeft een geniepig idee. Haar slechte gedrag zal haar ouders samenbrengen. Laten we het doen. Meneer Jack, geschiedenisles is afgelast voor vandaag. Laten we een feestje bouwen. Oh, Abby gaat in de problemen zitten. En we geven jou de titel van slechtste leraar van het jaar. Dat is te veel, jonge dame. Ik wil spreken met... Ja, ja, ik weet het. Mijn ouders. U kunt ze zelf bellen. Hallo, zijn dit Abby's ouders? Prank en Hardy Wynn zijn er al. Ze krijgen slecht nieuws. Hun dochter wordt van school gestuurd. Haar ouders laten dat niet gebeuren. We zullen een compromis moeten vinden. Ben jij klaar voor, schat? Laten we het dan doen. Als superschurken samenwerken, kunnen ze alles doen. Mama en papa zijn zo geweldig. Meneer Jack, het is tijd voor u om naar huis te gaan. Goed gedaan. High five. Oh, ja. We zijn gescheiden. Jammer genoeg is Abby's plan mislukt. De tv is de beste manier om de tijd te doden. Maar er is een probleem. De tv staat aan Prankers kant. Wat? Vind je de show leuk? Dan is onze filmavond voorbij. Je verspilt je adem. Kijk eens wie ik gevonden heb. Dit is je favoriete speelgoed, toch? Wat zou er gebeuren als ik het een beetje inkoord? Waag het niet. Doe er geen pijn. Jammer dat ik niet naar de andere kant van de kamer kan gaan. Daar gaat het niet zo goed. De ouders zijn al het speelgoed aan het verdelen. Ik moet ze tegenhouden. Mam, pap, kijk eens wat ik heb. Kijk daar eens naar. Jullie zijn hier zo gelukkig. Misschien is het tijd om het goed te maken? Lieverd, mama en papa hebben alles onder controle. Maak je daar maar geen zorgen over. Maar deze twee weten niet eens wat controle is. Het is een verschrikkelijk beeld. Maar als je er een beetje aan werkt, krijg je zeker een meesterwerk. Ja, Prank en Hardy Wynn zijn niet goed in kunst. De familie is verwoest. Ik kan net zo goed rouwen. En het café is de juiste plek om dat te doen. Hey man, wat is dit? Ik had er niets mee te maken. Het is allemaal jouw make-up. Dat klopt. Lippenstift is te veel vandaag. Oh nee. Hij hoort Hardy Wynn's stem al. Het is haar echt. En met wie? Ze ging op date met Bad Boy. Dat is een superheldverraad. Dit is onacceptabel. Schrijf eens op. Er is een professional in het gebouw. Bad Boy, ga aan het werk. Je signaal roept. Haast je. Het is gelukt. Deze datum kan niet meer bewaard worden. Bad Boy is op hol geslagen. Hardy Wynn, tot later. Deze stad heeft een held nodig. Wat is hier aan de hand? Het is duidelijk dat Pranker dit heeft gedaan. Hier ga je spijt van krijgen. Je zult boeten voor de thee die je hebt verpest. Een familieuitstapje naar de bioscoop is de beste ooit. Maar niet vandaag.
Hardy Wynn krijgt speciale plaatsen. Weg van haar familie. Pranker ging veel te ver. We moeten hier iets aan doen. Hey man, wil je me je stoel geven? Denk er maar niet aan, dame. Het is niet goed afgelopen. Maar de superschurken geven niet op. Handen omhoog, vriend. Dat is mijn plek. Maar daar komt Pranker. Hou het niet in je hoofd. Deze dame hoort hier niet. Het is te heet onder de voeten geworden. Het is tijd voor Abby om zich in het spel te mengen. Man, pap, denk er niet aan om te verhuizen. We kijken samen een film. Punt uit. Het is zo leuk als de dochter precies hetzelfde is als haar ouders. Ontspannen in een bad vol chemicaliën is precies wat een gebroken hart nodig heeft. Goed dat Pranker er niet is. Maar Abby is blij om haar vader te zien. Wat leuk dat je gekomen bent. Jammer dat we vandaag niet uitgaan. Het is mama's dag. Wie heeft die regels eigenlijk verzonnen? Ik ga het regelen, Abby. Het lijkt erop dat Hardy Wynn in de badkamer is. Laat haar daar blijven. Maar je mag alles van je vrouw verwachten. Laten we voor de zekerheid alle uitgangen afsluiten. Dat is beter. Probeer er nu maar uit te komen, schatje. Waar kijk je naar? Maak me niet boos. Het is gebeurd, Abby. Mama vindt het niet erg. Klaar voor een avontuur? Het was mama's dag. Nu is het papa's dag. En geen vals spelen. Gewoon een onschuldige grap. Maar Hardy Wynn staat op het punt om erg overstuurd te raken. Wie heeft de deur op slot gedaan? Hey, laat me eruit. Er is iets mis. Dat klopt. Pranker ging uit met Abby. Geef me mijn kind, nu. Wat? Schat, we kunnen je niet horen. Kom op, Abby. Ik denk dat mama weer in een slechte bui is. Er is iets heel ergs gebeurd. Abby is gedumpt door haar vriendje. Hoe kon hij? Het is maar goed dat haar ouders hier zijn. Zij zullen haar altijd steunen in een moeilijk moment. Hij zal er spijt van krijgen, Abby. Dat beloof ik. Wacht, een echte superheld moet met deze loser omgaan. En dat ben ik. Een superheld, zeg je? Mama zal haar dochter wreken. Hier is de hartebreker. Dat klopt, hij is het. Maar mama is niet de enige hier. Pranker is hier ook. Doelwit geïdentificeerd. Tijd om aan te vallen. Maar dit is geen tijd voor wraak. We moeten eerst vechten. Hij is van mij. Denk er zelfs niet aan. En nu heeft hij een kans om te ontsnappen. Ik hoop dat ik hier weg kan komen. Niet zo snel, vriend. We moeten praten. Waarom schreeuw je zo? Ik denk dat we een beetje afgeleid zijn. Oh, dat is gewoon geweldig. Abby lost haar eigen problemen op. Ze hebben een goede dochter opgevoed. Abby is net als haar ouders. En komt nooit meer in de buurt van ons meisje. Alleen serieuze maatregelen zullen helpen in deze situatie. Ik zou mijn ouders moeten bellen om op een geheime date te gaan. Hallo, papa. Kan ik je vanavond zien? Ja hoor, ik ben er in een minuutje. Hallo mama, zie ik je in het park? Kan je niet? Wat dacht je van morgen? Pap, het is afgelast. We gaan morgen naar het park. Is dat goed? Ik zie je dan. Hallo mama. Kom morgen alsjeblieft niet te laat. Dus, de make-up afspraak gaat door. Mama is er al, maar papa is te laat. Typisch. Papa, wat een verrassing. Jij bent er ook? Het is een goede reden om te knuffelen, is het niet? Jullie zijn zo schattig. Het is een minuut geleden en jullie hebben nog niet gevochten. Knuffelen is te veel. Pranker, je gaat wensen dat je nooit was komen opdagen. Je kan hier beter weggaan. Ze zijn weer bezig. Wanneer houdt het op? Stil, ik praat tegen je. Ze schieten. Laten we vluchten. Weer een verkeerd plan. Niemand beweegt. Je staat onder arrest, jonge dame. Weet je wie mijn ouders zijn? Dat zien we wel op het bureau. Scheiden is een trieste zaak. Vroeger waren ze zo gelukkig. Hun liefde was absoluut explosief. En hun dochter is de beste. Hardy Wynn staat ook onder veel stress. Oh, ik was net op zoek naar jou. Een eenvoudige decoratie, maar zoveel herinneringen. Thank you.
Misschien moeten we onze verschillen vergeten. En helemaal opnieuw beginnen? Maar er is geen tijd om vrede te sluiten. Dat is Abby. Hou vol, dochter. Mama en papa zijn op weg om te helpen. Er was een ongelukje op de weg. Gaat het, Abby? Het is heel erg. We gaan nu naar het ziekenhuis. Heb geduld, Abby. We zijn er. Dokter, het is een kwestie van leven of dood. Doe open. Wie is daar nog meer? Goed, breng de patiënt naar binnen. Oh, Abby is al laat. Wat als deze dokter niet goed van plan is? Hij was een beetje achterdochtig. Maak je geen zorgen, schat. We komen hier samen wel doorheen. Abby, daar ben je. Je bent in orde. Dat is een hele opluchting. Maar de blauwe plekken en schaafwonden zijn niet erg. Het belangrijkste is dat mama en papa het hebben bijgelegd. Welke superschurk vind jij leuker? Vertel het ons in de reacties. Vond je de video leuk? Druk dan op de like-knop en klik op het belletje, zodat je geen nieuwe familieverhalen met een happy end hoeft te missen. Abonneer je op Toon Toon Wow en vertel het aan je vrienden. Samen is het leuker.